Tegenwoordig liggen we bumper en bumper rijwol heen. Maar wat ik nu wel leer is gewoon van de volgende keer als ik weet dat er iemand achter mij hangt en ik loop te spelen, dan zeg ik van één keer om. Of ik zeg van jongens, ik loop te spelen of zo. Dan weet ook die ook dat die afstand moet houden. Of los. Tegenover je belicht trailer. Ja, hij is goed in één keer los. Ik zat een beetje vast. Wie rijdt nou? Er is iemand aan de kracht aan het halen, toch? Yep. Ja, ga maar even. Waar rijden we heen? Waar de weg eindigt. Oké. Ben ik ook mijn auto aan het parkeren hoor. Gaan ze weer. Doe maar gauw. Doe maar, oh jij gaat achter me rijden. Je weet dat het af en toe nog een keer gaat gebeuren, hè? Ik weet het, maar jij reed door. Dus ik denk van, ik ga er niet doorheen de weg afrijden. Of de weg oprijden. Nee hoor, het is niet ontdooid. Luister nou eens een keer naar mij alsjeblieft. Hetzelfde met deze bocht erin, Henk. Ja. Dus gewoon terugschakelen. Wachten tot je op 70 is en dan zit je op 11 en dan geef je bankgas. Ach, helemaal niet waar. Gewoon 85 er doorheen knallen kan prima. Dus terug naar 10. En bovenaan even twee terugschakelen en een gas erop en dan gewoon 85 aanhouden. Ah, ja. Oké. Dank je, Henk. Hè? Ik zei dank je, Govi. Ja, maar zo is het toch? Tja, dat gaat makkelijk. Je moet gewoon zo je gang in de bocht hebben. En dat die dan de trekkende vermogen heeft. Als je niks trekt en je bent dus 85 en je komt dan die bocht in zetten, maar je hebt dus helemaal geen trekkracht op je as zitten, dan ga je er sowieso uit. Nou, bovenaan mooi even terugschakelen en plank naar beneden. Ja, precies. Je komt met doodgewicht, kom je de hoek aan zetten, ja? En je moet dan als een keertje, huppakee, oh ja, ik moet al gas geven. Ja, dat gaat niet goed. Op mij ging het altijd goed, dus. Dan heb jij echt mazzel, Rood. Dat doe ik dan altijd. Ik rem altijd af op de bocht. Ik rijd altijd 85 op de bocht aan. En dan bovenaan schakel ik hem even terug, dat hij even toeren krijgt. Plank naar beneden en gas erop. Ja, maar het is een goede manier om het te leren, hoor, jongens. Het moet gewoon een paar keer fout gaan, punt. Ja, maar dat zijn van die kleine dingetjes, die heb ik weer geleerd via, weet je wel. Nou, ik zat het ook in de vangrail. Nee, maar wat ik bedoel, hier in McLaren zit een race monster, die kan heel goed schaffen racen, zeg maar. En van hem heb ik dat soort kleine dingetjes ook al geleerd, hoor. Hoe heet die nou met Chris Martin? Jimmy? Michel. Is hem safe, denk ik. Hij zegt, waarom zou je overal afremmen als ik 185 of 90 kan? Oké, leer mij dat maar. Zo heb ik leren rijden, hoor. Yes, solved. Gelukt, hè. En met Chris en hulp ik het stuur onder de knie ging. Het stuurt heel beroerd onder de knie. Nee hoor, het valt best wel mee. Valt best wel mee, joh. Ja, gewoon de bovenlucht, wat is het? De bovenbenen, nee, de benedenbenen, hoe noem je die onderbenen? Mm-hmm. Tegen het stuur aan en dan, zo rij ik altijd op. Ik heb het stuur onder de knie, hè? Letterlijk en vrolijk.
Ja, voor mij die wat meer de bochten geleerd en andere toestanden meer hoe je de bochten in moet gaan. Het is ook dat wat je ziet, dat ga je proberen na te bootsen. Dat is zo de eerding. Nee, ik moet niet gaan rijden hoe Chris rijdt, want dan rij ik niet op mijn eigen stijl. Ik heb wel een eigen stijl van rijden. Dat heb jij ook. Als jij mij na gaat rijden, dan rij je niet lekker. Nee, maar wat ik bedoel van alles wat je voor je ziet rijden, je hebt elke keer iemand anders voor je rijden. Je volgt elke keer een ander, dan zie je het ook hoe een ander doet, dus dan heb je de neiging om toch iets te leren. Zo bedoel ik. Nou, ik zal me even op 85 zetten, jongens. Van het afkijken, ja, een pisje rijden wel wat, ja. Zo had je dat nog niet dan? Nee, ik had hem op 83 staan. Kom ik aangeblazen met mijn 85. Volgens mij rijd ik nog niet eens 82. Als je deze ja. Kan ik zelf nog mijn 90 doen. Ja, die is nog wel makkelijker. Daarom. Ja, maar zelfs haakse bochten, als je weet hoe die haakse bochten eruit zien. Weet je, ik bedoel, nu heb je wel eens op een haakse bocht naar rechts bijvoorbeeld, of links, maakt niet uit. Het is rustig op de weg, daar ga ik helemaal naar buiten en van buiten ga ik die haakse bocht in. Ja, die ken ik, maar dat doe ik dus ook wel eens, maar ook wel eens te snel. Ja, wat is te snel? Of te snel, te hard, dat je de snelheid te hoog hebt neergezet. Ja, wat is een te hoge snelheid? Ik heb vandaag al eens geprobeerd om met 60 in eerste als gewoon die haakse bochten. Die eerste in de stad. Ja, maar hoe stuur jij? Toetsenbord? Toetsenbord. Ja, hier zie. Met zo'n stuurtje gaat het al veel geleidelijker. Je hebt je auto al veel beter onder controle. Dat maakt het verschil. Ja, dat snap ik. Maar als Chris zegt van. Chris die weet hoe ik toetsenbord heb. Als Chris zegt van jongen, doe deze handeling en komt het goed, dan ga ik vanuit dat hij weet dat ik geen stuur. Dan moet je daar ook naar luisteren, want ik heb van hem leren sturen. Dus. Nee, maar daarom heb ik eigenlijk gewoon zoiets gezegd van ik ga pas met stuurtje sturen als ik het gewoon met toetsen in orde heb. En het zuinig rijden heb ik van Robert, dus ja, moet nog op. Nou, op een of andere manier heb ik altijd zuinig kunnen rijden. Dat komt ook omdat ik altijd eerst de afstand en eerst de zuinig rijden dingen haal. Ik zit nu op 26,7. Ik weet het niet, ik kan het dashboard niet lezen. 29,4. Maar ik begreep dus al van Chris dat ik nu in principe de verkeerde assen gebruik om zuinig te willen rijden. Dus dat gaan we weer aanpassen. Je praat over een... Als je een dubbele assen rijdt, dan praat je over 7,5 ton meer wat jij in je auto hebt. Ja, dus je moet gewoon lekker met twee asjes rijden. Bijna een keer klaar? Nee, is dat het... Het Theo Cynthia. Oh, en ik maar reageer. Ik ga op zich nog zo, blijf een eindje achter me rijden en dat doe ik weer niet. Ik heb het in de spiezen gehouden. Het was weer een alt dingetje voor van de middag. Alt af en alt af. Precies. Kan ik nu ook wat doen? Er zit er niemand achter me. Nee, dus, nou, ik ben zo wijs om even maar de andere baan te pakken. Maar... Zo kan het ook niet misgaan, toch?
sommige dingen zijn gewoon een uitdaging. Je hebt ook wel wat. Voor het rijhek. Nou, nu vrij langzaam de kaapstand daar op Gopie moet houden. Ja, dat merk ik. Dus is ook wel bijna je kenteken. Wat zeg jij? Ik zal al. Bijna je kenteken. Cool. Nou, proef nou hoor. Ik geef wel weer gas. We drukken hem alleen naar 90. Hey Robert! Hallo. Het is weer fijn hè, dat we daar vrij zijn. Ja. Ik hoor dat het. Goed. Maar even stemmen kwijt. Wat heb je nou weer gedaan? Niks, alleen te snel geschakeld. Oh. Ik heb gehad, de versnellingspak geraakt. Weet je wat mij gaat verleiden? Blijft om het hele kravelblad in te staan rijden binnenkort. Met een stuk op 6-7 man. Kijk of het past. We zijn er morgen ook omheen rijden. Met de Europa Tour. Nou, nog een hele tour. Waar begint dat aan? Ja. Groningen. Ja, hoe laat? Dat weet ik niet eigenlijk. We willen van Groningen naar Groningen rijden, door de hele kader. Ja. Tappen. Ja, dat is een uur voor Engeland, een uur voor Frankrijk. Ja, Noorwegen, Zweden, Polen. Hongarije, Italië. Sowieso als je van Groningen naar bovenpuntje, Aberdeen is een uur. Als je het puntje van Aberdeen naar de Bresje moet rijden en dan ga je er helemaal omheen, want die rondje map, dat is dus 2 uren. Heb je, zit je al op 3 uren. Als je een beetje normaal zonder doorgaat. Nee, ik heb al een tijd. Ja, dan sta je in de Bresje en dan moet je dan van de Bresje helemaal naar Gdansk, helemaal bovenin. Helemaal via de buitenrand, dus Lublin, Balistok, kom je daar tegen, Gdansk en dan Olsen. Nou, dan zit je al bij, nou, maar heb je het niet een rondje map gedaan? Is rondje map niet elke plaats aan, hoor? Dat is zo. Dan ben je nog wel bezig. Ik bedoel, ja, dan zou je dus bij Gdansk dus met de boot overgaan. Dan naar Oslo, maar dan heb je die tussenstuk heb je dan niet. Wat ik op de kaart heb kunnen zien, dan gaan ze bij Alburg de boot pakken naar Bergen geloof ik. En van Bergen naar Oslo en dan net voor Stuttgart of Stockholm naar beneden toe. En dan met de boot naar Gdansk. Ja. En dan zo van Gdansk naar Olsztyn, Lublin, zo naar beneden toe. Maar ze doen net andersom. Ja. Maar ja, nu is het alleen nog weer hoe laat. Misschien ben ik er ook wel bij, maar dan moet ik...